Goedemorgen, baie welkom hier bij ons tweede gedeelte rondom Romeine 9. Romeine 9 vers 6 tot 9. Ons thema, ware kinders van God. Ik wil niet zeggen die woord, dat die woord van God niet meer geldt nie. Immers niet allemaal wat van Israël afstam, is werkelijk Israël niet. En nie allemaal wat nakomelingen van Abraham is, is werkelijk kinders van Abraham nie. Inteendeel, die belofte was, uit Isaac zal daar vir jou een nageslag kom. Dit wil sê, het is niet die kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, wat kinders van God is nie. Dit is die kinders wat krachtens die belofte van God gebore is, wat as Abrahamse nageslag gereken word. Die woorde op die tyd sal ek weerkom en dan sal Sarah een seun hê, was immers een belofte. Ware kinders van God. Mense kan so makkelijk sê, ek is een lidmaat van die kerk van die Here, ek is een kind van God. Maar toch blijft het werkelijk een vraag. Wanneer is ek en jy werkelijk kinders van die Here en lede van sy kerk? Daar was mense in Rome gewees wat gespog het dat hulle lede van die volk van die Here, die kerk van die Here was, op grond van hulle afstamming van Abraham. Hulle het gemeen, solank as het hulle mens kan sê, bloed nakomelinge van Abraham is hulle deel van die kerk van die Here. En toch het hierdie mense, die Here Jesus Christus in ongeloof, verwerp. En nou bespreek Paulus in sy beredenering dat nie allemaal wat bloed Jode is, werkelijk in der waarheid Israël is nie. Hy wil dus eindelijk sê, wie is Israël werkelijk? Dit is die kinders van die belofte. En daarom trek Paulus hier een baie skerp lijn tussen geloof en ongeloof. Gedink maar net selfs in Abraham's eie lewe, was een ongeloofsmomente daar ook naar vore gekom in daardie tyd, toe hy en Sarah uit pure ongeloof en klein geloof en moedeloosheid besluit het om by Hagar te gaan slaap, sodat daar toch niet vir hulle een kind gebore kan word, en hy kind, sy naam is Ismael, en ons weet het by uitstek, dat die Here sê, ja, Ismael is een kind van Abraham, maar hy is nie een kind van die belofte nie. En juist daarom, is het so belangrijk om rekening met God te hou. Nie die wat in die geloof werkelijk met God rekening hou, wat werkelijk die Heilige Gees wederbaar is, hulle is kinders van God, want Godse woord en gees woon en werk werkelijk in hulle. En so was Isaac dus die resultaat nie van menselijke plannetjies of schemes, soos ons het vandag noem, maar uit en uit die resultaat van die vervulling van Godse soevereine beloftes. Die vrug van volhardende geloof in God en om met God rekening te hou. Hoe nodig is dit? Dat mense soos ek en jy werkelijk ons oë oopmaak vir Godse beloftes en daarmee rekening hou. Mag die Here vir my en jou help om werkelijk kinders van hom te wees, werkelijk Israël te wees en nie maar net sommer as by wyse van 'n afstammeling of iets dergeliks. Ons Vader wat in die hemel is, ons bid om oprechte geloof, ons bid om die kracht van die wederbarende woord en gees, dat ons sal lewe, soos wat U wil hê, ons moet lewe. Amen.